Zo, maar goed dat ik mijn route nog even check, want ik heb net mijn spullen gepakt. Morgen wil ik op vakantie, maar Rijkswaterstaat werkt blijkbaar aan de weg. Daarom ga ik morgenochtend eerst maar even langs bij een wegwerkersploeg, om eens te kijken waarom ze juist nu aan het werk zijn. Ik loop hier boven de A50. Het is nog enorm vroeg. Ik heb zo'n afspraak met Sjoerd Methorst. Hij kan mij alles vertellen over het werk van Rijkswaterstaat tijdens de zomerperiode. Want wegwerkzaamheden tijdens de zomer, hoe dan? Sjoerd, waarom staan we op dit tijdstip boven de A50? Nou, we zijn hier aan het werk om nieuwe asfalt aan te brengen op de A50. Dat doen we bij deze werkzaamheden de 7 dagen ineengesloten. En dat zou normaal zijn in 6 weekenden. En waarom doen we het nu in de zomer? Omdat het dan rustiger is qua verkeer. Oké, dus eigenlijk heeft het publiek dan zo min mogelijk last van op deze manier? Dan heeft de automobilist de minste hinder. Oké. Hoe kiezen jullie het juiste moment voor de werkzaamheden? Nou, 9 maanden geleden zijn we begonnen met de voorbereiding van deze werkzaamheden. Daar hebben we bepaald wat moeten we doen. En daarna hebben we gekeken hoe kunnen we dat doen. Oké, en doe je dat met partners samen of hoe werkt dat? Nou, we bespreken dat inderdaad met partners zoals gemeentes, provincies, hulpdiensten, zodat die ook goed bereikbaar zijn. We kijken naar evenementen en op die manier zijn wij tot de zomerperiode gekomen. Ik ben wel benieuwd. Nou, laten we gaan kijken. Goed. Nou, zoals je kan zien wordt hier asfalt aangebracht. Dit is de eerste laag asfalt. Maar voordat we zover zijn, hebben we al een aantal stappen doorlopen. We zijn begonnen met de weg dichtzetten om een veilige werklocatie te creëren voor onze werkmensen. Daarna hebben we het oude asfalt gefreesd en hebben we scheurremmende lagen aangebracht om de werking tussen de ondergrond en de asfalt op te vangen. En dan hebben we de eerste laag asfalt nu aangebracht. Zodra we daarmee klaar zijn, pakken we al onze machines op, gaan we terug naar het begin van het werkvak en gaan we de definitieve deklaag aanbrengen. Die walsen we dan ook weer af en brengen dan markering aan en kunnen we de weg weer veilig openstellen. Als ik die asfalteermachine bekijk, dan zie ik de hitte daar afkomen. Wat betekent die hitte voor de wegwerkers in de zomer? Nou, het is altijd al warm op een asfalteermachine, maar in de zomer met deze hitte nog wat extra. Daarvoor hebben we maatregelen getroffen. Ze hoeft de helm niet op, omdat dan via de hoofd de hitte weg kan. Daarnaast een veiligheidshesje wat luchtiger is. Maar een oranje veiligheidsbroek zal helaas wel nodig moeten zijn, want veiligheid staat voor. Daarnaast nemen we extra pauzes en wordt er extra water uitgedeeld, zodat ze goed kunnen drinken. Zou ik vandaag mee kunnen werken? Tuurlijk. Afsluitend heb ik nog één vraag. Ik rijd regelmatig in de auto en dan zie ik zo'n soort weg. En dan denk ik, het lijkt alsof hier helemaal niet gewerkt wordt. Hoe zit dat? Nou, er wordt wel degelijk hier gewerkt. Alleen wij werken in treintjes. We werken van voor naar achter in het werkvak. En dat doen wij vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de kwaliteit. Wanneer we op één locatie werken, is alles duidelijk waar iedereen zit. En is dat veiliger. En door het in één keer aan te brengen, halen we een betere kwaliteit van ons asfalt. Top. Sjoerd, dank voor deze leerzame dag. En ik weet welk stuk weg ik in ieder geval moet vermijden. Nou, ik ben onderweg. Jullie ook allemaal een goede reis. En vergeet vooral niet om de route te checken. Tot de volgende aflevering van Hoe dan? Later.